daar hebt, dat volgens mij de eerste boot zonder stop dat ze gedood wordt. Ja. Of jouw speciale verzoek om het een beetje rustig te houden. Nu zijn we natuurlijk begonnen en het is al een bijzondere dag geworden. Welkom ook aan jouw familie. Welkom aan de bouwers. Er zijn verschillende mensen die aan de boot hebben gewerkt. Welkom aan alle KRM'ers. Ik zou zeggen, vergeet een heel belangrijke doelgroep. Want dat KRM'ers zijn niet alleen bemanningsleden. Het zijn ook de helpers aan de wal. Het zijn onze leden van de Raad van Toezicht. Maar het zijn ook donateurs. Donateurs zijn redders aan de wal. Staat statutair vastgelegd. Dus alle redders aan de wal. Van harte welkom. Maar fijn dat jullie er zo massaal zijn. Ik wil jullie ook allemaal heel hartelijk welkom heten. Namens het station Katwijk. Iedereen heel hartelijk welkom. Wij vinden het ontzettend leuk dat deze feestelijke bijeenkomst ook door zoveel mensen wordt bijgewoond. Dat zo fantastisch weer is. Echt een geweldige happening. Een reden dat de Kamer gezegd heeft van nou, er komt een nieuwe boot. En de boot van Katwijk is nog heel erg goed. Maar die gaan wij dan als reserveboot gebruiken van hierbij nodig. En station Katwijk krijgt een nieuwe boot. Ik heb ze naast elkaar zien liggen. Ja, het ziet er al bij fantastisch uit. Als bouwers zijn we echt trots op het resultaat. En we hopen dat jullie ook weer met net zoveel liefde dit schip behandelen als jullie de redder natuurlijk ook hebben kunnen behandelen. En bij deze wil ik jullie dus de sleutel overhandigen. We gaan er zeker zwaar op zijn. We zijn zuinig bij ze te redden. En we gaan het ook zijn op nieuwe schip. Dit zijn prachtige omstandigheden, maar ook voor slecht weer willen we graag dat het goed blijft. Het is ons belang en het belang van de donateurs en de KRM zelf. Dankjewel. Fantastisch mooi weer. Twee weken geleden stond met de stroom en de regen, dus het kan ook echt anders. Maar ja, kan het meestal goed weer. Dus dat... Nou, we hebben al een mooie installatie gemaakt om de naam te kunnen onthullen. Dat doen we met een pijltje. Dit is een beroemde vakbok. Als jij eventjes het dingetje eraf wil halen. Nou, dan gaan de jongens fotomoment klappen. Ja, fantastisch. De naam is Erik Vogel.
het is de Edith Gondel, de Papa Bravo Mike Petrone. Nieuwe schip voor Station Katwijk. En eigenlijk is dit zijn eerste tocht, dus ik begrijp uw verwarring af. Ja, let u op wat u zegt. Ik heb de complete familie van de naam gegeven aan boord. Maar het is altijd weer even binnen. Maar wij gaan even op deze zee. Redster, als je het mij zo vraagt. Met kleine dingen, woorden, een beetje zon, help. En dan denk ik aan redster, een reddingsboot. En hoe goed en geavanceerd een boot kan zijn, het is toch de hart en de moed van de bemanning die een reddingsboot, of een boot tot reddingsboot maakt. Want nu is het nog maar gewoon een boot. Jullie maken straks deze boot tot reddingsboot. Dan ben ik heel even terug naar Harold, die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. Harold als accountant. Dus ik dacht, dan kijk ik naar een boekhoudersterm. De balans. De ene kant wat je krijgt, de andere kant wat je geeft. Als ik dan de woorden angst, onzekerheid en verlies een eenzijde plaats, die eigenlijk toch wel zijn hele leven mee doorgekomen en gaan is, en ik plaats aan die andere kant redding. En niet alleen door middel van deze boot, maar ook de geld voor onderzoek naar ziektes. Dan geeft Harold deze wereld een prachtige balans. En ik hoop dat jullie na deze korte kennismaking met Harold en Edith met trots uitvaren op de Edith Gondel.